Dan gaan we het hebben over het eerste onderwerp. En dat is de decentralisatie van het sociaal domein. De term sociaal domein, in die bewoording staat hier er niet in. Maar we hebben het wel bijna het hele programma over mensen. En mm-hmm. wij vinden dat de gemeente de mensen centraal moet zetten. Dat we moeten investeren in mensen. En dat iedereen een volwaardige kans moet hebben en krijgen om mee te doen in deze maatschappij. Dus ja, dat is ook het sociaal domein natuurlijk. Ja, ja. Maar die decentralisatie die heeft toch de laatste jaren nogal wat voeten in de aarde gehad. Niet alleen in Woerden hoor, maar overal. Omdat het toch voor heel veel gemeentes toch een behoorlijke kluif was. En flink tegenviel. Veel gemeentes verrommelt jeugdzorg. Daar hoort Woerden ook bij. Dan zou je verwachten dat daar misschien voor de komende 4 jaar toch een blik op wordt gegeven. Maar ik heb het er hier en daar wat uit kunnen halen. Dus dan nu even wat specifieker. Saskia, de jeugdzorg de komende 4 jaar. Ja, de jeugdzorg is een groot aandachtspunt. Zoals ik net al zeg, iedereen moet de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt natuurlijk ook voor de jongeren. Ze hebben startkansen nodig en jongeren die niet mee kunnen komen en in problemen zitten, moeten daarbij geholpen worden. Wij zijn een partij die dan graag inzetten op de preventieve kant. Dus zoals we ook de afgelopen 4 jaar hebben gedaan, we hebben ons hard gemaakt voor praktijkondersteuners bij huisartsen, zodat we in die eerste lijn alvast de zorgvraag te pakken krijgen en dan al kunnen gaan schakelen. En we denken dat we die lijn door moeten zetten om kosten naar veel duurdere zorg te kunnen voorkomen. En een andere is de zorgverlener op de scholen. Daar hebben we een experiment mee gedaan. Dus om te kijken daar ook daar de problemen alvast in een vroeg stadium te kunnen pakken. In overleg met ouders, met scholen, met hulpverleners. Hoe kunnen we daar alvast die basis leggen die nodig is. Mm-hmm. Om te voorkomen dat de kosten voor de zorg verder uit de klauwen lopen. Ja, prima. Meneer Van der Does. Nou, ik wil in het algemeen even wat zeggen. We hebben van begin af aan gezegd, we hebben een groot bedrag aan geld gekregen bij de decentralisatie. Minder dan het Rijk ervoor uitgaat. Maar ook ze gingen ervan uit dat de gemeente het efficiënter kon doen. En ik heb steeds van begin af aan, we moeten er binnen die financiële lijntjes blijven. Want als je daar niet binnen blijft, dan kun je ook niet, ik durf bijna niet meer te zeggen, andere dingen aanleggen of andere dingen realiseren in het groen of in de infrastructuur. Dus je moet wel de zaken scheiden. Maar als ik naar de afgelopen 4 jaar kijk, dan hebben wij het in Woerden niet zo slecht gedaan. Ik zeg dat niet omdat de wethouder erbij zit, maar onze beschouwing is steeds geweest. We gaan learning by doing, of doing by learning, andersom dan. We gaan erin met z'n allen. Mm-hmm. En volgens mij hebben we het redelijk eraf gebracht. Natuurlijk, er waren een aantal punten die veel beter konden. Nog steeds veel beter konden kunnen. Maar aan het eind van de rit kwamen we geld tekort. Dat was vooral wat de jeugdzorg waar het over had. Ja. 1,4 miljoen. Maar over het algemeen denk ik, en ik ben een man van een partij dat met de benen in de samenleving staat. Ik heb heel weinig, moet ik zeggen, verkeerde geluiden gehoord over het sociaal domein dat wij in Woerden dus totaal verkeerd bezig zijn, totaal de verkeerde kant gaan. Dus nogmaals, ik vind, en ik wil niet progressief worden aan de meerderheid helpen van 5 zetels helpen, maar de wethouder heb het redelijk gedaan. Ja. Ik zou daar nog wel graag een schepje bovenop willen doen, want ook de wethouder van D66 is binnen dat sociaal domein heel actief geweest en heeft daar ook een steentje aan bijgedragen. Dus dank u wel voor dit compliment. Ja, zo'n mooie compliment daar delen. Ik denk dat ik er nog ook wel een stapje verder in kan gaan. We hebben niet gehoord dat het niet goed is gegaan, maar volgens mij hebben we gemeten dat het goed is gegaan. Mm-hmm. Alle inwoners hebben de zorg gekregen waar ze recht op hadden. We hebben de transformatie, dus de overdracht van het Rijk, de taak van het Rijk naar de gemeente, hebben we goed opgepakt met z'n allen. En de tevredenheid is meer dan gemiddeld mm-hmm. bij de mensen die zorg hebben ontvangen. En volgens mij is dat echt een compliment waard nog een keer. Ja. Nou, het onverwachte hoek soms.